Op zaterdag 7 juli 2018 vond een grootscheepse rampenoefening plaats op het IJmeer en bij het KNRM-station in Blaricum. Tijdens de oefening waren een passagiersschip en een groot bunkerschip zogenaamd met elkaar in botsing gekomen, waarbij mensen in het water waren beland. De oefening werd georganiseerd door veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek om de hulpverlening op het IJsselmeergebied en de randmeren en de communicatie tussen de partijen zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. De veiligheidsregio Utrecht nam ook deel aan deze oefening.